De renovatie van dit gebouw betrof het verwijderen van de asbestdakplaten, het plaatsen van een nieuw dak, nieuwe deuren en ramen en een randige schilderbeur. Total Energy Suriname has been supporting the Nathan School as part of our corporate social responsibility obligation. In Chevron, we are committed to bringing progress in the countries that we operate. Ik ben Leandro Sodirege en verbonden aan het Natuurtechnisch Instituut. Vandaag is dus de officiële aflevering van het gerenoveerd gebouw. De staat waarin het andere gebouw zich nu verkeert, precies zo was de staat ook van dit gebouw. Maar we maken dus sowieso, vanwege lokale tekort, maakten we dus gewoon gebruik van de lokale, als ook het laboratorium. We moesten het gebruiken, maar we zijn daarom blij dat het geheel is gerenoveerd.